STOWA, regionale waterkeringen. 2022. Veiligheidsbenadering. De Hunze. We zijn hier bij de Hunze. Hij begint daar ergens. Daar monden de voorste en het achterste diep samen. En die komen samen uit in de Hunze. En hij loopt door tot aan het Zuidlaardermeer. Hier staan we bij een gebied dat is helemaal hermeanderd. Het is een stukje teruggegeven aan de rivier en ook aan de natuur in die zin. En om water vast te houden boven strooms, in tijden van droogte ook. De tweede toetsronde die is afgerond. En die hebben we semi-probabilistisch getoetst. Dat kostte veel tijd. We hebben heel veel kennis en informatie hebben we daarmee verworven, vergaard. En we hebben een grote databank opgebouwd. En voor de derde toetsronde, de aankomende toetsronde, zijn we erg benieuwd wat we met al die data en kennis die we nu hebben opgebouwd kunnen doen. Met de pilot hebben we gekeken of het loont en of het werkbaar is om een nieuwe veiligheidsbenadering toe te passen. En wat die veiligheidsbenaderingen ook zou kunnen zijn. En daarmee hebben we verschillende onderzoeksvragen beschouwd. En eigenlijk zo gekeken of we meer richting een faalkans van de kering kunnen komen. We hebben een simpel overstromingsmodel gemaakt van dit gebied. Gebaseerd op gewoon de hoogtekaart die hier openbaar beschikbaar van is. En daar hebben we eigenlijk het maatgevend water overheen geplot om te kijken of een inschatting te krijgen van de schade die kunnen optreden. Die hebben we met de Waterschadeschatter, dat is een webapplicatie, hebben we een inschatting gemaakt van de schade die hier kan optreden. Dus de economische schade dan, dus uitgedrukt in geld. En daar hebben we naast gekeken naar indirecte effecten die kunnen optreden hier als gevolg van een overstroming. Dus bijvoorbeeld dat er een weg onderloopt, dat bepaalde gebieden minder bereikbaar zijn. Je kan een economische kostenbatenafweging maken in hoeverre het nog loont om echt je kering te gaan versterken. Of dat het dusdanig veel geld kost dat het niet meer opweegt tegen wat er überhaupt kan gebeuren als de kade faalt. En de kering, daar hebben we dus een faalkans van ingeschat. En daar hebben we zoveel mogelijk geprobeerd gebruik te maken van de gegevens die Hunzenaars al had. Ze hebben vrij recent een uitgebreide toetsing gedaan. En we hebben gekeken, nou, stel dat je dat in de toekomst nog een keertje zou doen en je wil dat gebruiken om een faalkans te bepalen. Hoe kun je die berekeningen dan zo goed mogelijk gebruiken? En we hebben die berekeningen gebruikt om een instandhoudingsprofiel af te leiden. En dat is eigenlijk het profiel waar dusdanig conservatieve keuzes achter zitten dat voldoende veilig is. En nou, je ziet het hier bij de Hunze, tenminste op dit stukje is de kering zo robuust dat die nauwelijks zichtbaar is. Dus dan vinden wij dat het ook niet nodig is om daar heel ingewikkeld voor te doen. Maar dat je echt kijkt, nou, ik heb dat robuuste profiel, past hierin. Als dat zo is, dan is dit goedgekeurd en kun je gaan focussen op de echt kritische locaties. Voor deze kade is het echt een prachtig. Ja, ben ik helemaal tevreden. Ik vind het heel interessant.